Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik ben Romy en in mijn video's deel ik hoe het is om te leven met een eetstoornis, hoe ik daarmee omga en weer positief in het leven kan staan. En in deze video neem ik jullie weer een dagje mee in mijn eetpatroon. Ik moet wel een beetje zachtjes zijn nu, want iedereen hier in huis ligt nog op één oor. Maar ik vind dat juist wel lekker, dat ik gewoon op het gemak in mijn eigen ding een beetje kan doen. Ik ga jullie nu eerst mijn ontbijtje even laten zien. We beginnen de dag met een havermoutje. Ik heb yoghurt met havermout en Brinta. Ik heb de havermout en Brinta gisteravond er al opgedaan, zodat het overnight old kon worden. En dan trekt het al een beetje in, zeg maar. Dus dat is wel lekker. En dan heeft het ook best wel een zachte smaak. Vandaag heb ik gekozen voor een mix van peer en kiwi. En zoals jullie zien zit de schil nog aan de kiwi. Ik zal een tip geven. Je kan de schil van de kiwi eten. Ik doe altijd even met zo'n champignonborsteltje even erover borstelen. Zodat die haartjes weggaan. En dan kun je de schil prima opeten. En vandaag kies ik ook voor honing erover. Zo, ik had er een beetje heet water bij gedaan, want ik had bloemenhoning. En die is een beetje stug, dus die kon ik niet zo lekker. En dan komen daar nog zonnebloempitjes bij. Ik heb er nog een beetje kaneel over gedaan. En ik heb een kopje kamillethee. En dan ga ik lekker een sudoku'tje maken. Deze geweldige lepel. Eat me. Oh, hij staat hem niet scherp. En ik drink eigenlijk altijd koffie, maar het koffieapparaat heeft geen pet meer. Dus ik kan geen koffie zetten. Ja, of ik moet instant koffie drinken. Maar dat vind ik echt niet lekker. Dus ik ga aan de thee. En iedereen ligt nu nog op één oor. En normaal gesproken vond ik dat echt super moeilijk. Want dan had ik echt zoiets van, ik ga niet eten voordat er iemand anders beneden is. Ik ga niet eten vanuit mezelf. Dat kon ik me überhaupt niet voorstellen. En nu vind ik het heerlijk om alleen alvast beneden te zijn en op het gemakje boven te zitten. Maar het is wel mooi, want je wordt er wel positiever van en ook een heel stuk zelfstandiger. Als jullie waarschijnlijk aan de lucht wel kunnen zien, is het niet zo super lekker weer. Maar ik ga even een klein ommetje maken en ik neem jullie even mee naar buiten, omdat ik ook nog even een vraagje wil beantwoorden. Want ik kreeg ook vraag wat ik eigenlijk nog wil bereiken in herstel. En zoals jullie in een van mijn eerste video's kunnen horen, zeg ik dat ik niet volledig voor herstel ga. En ik denk dat dat komt omdat mijn eetstoornis daar nog wel een beetje een regel in heeft van, ja, maar als je nu al gaat zeggen dat je van me af wilt, dan weet ik niet of ik dat aan kan, zeg maar. Dus mijn eetstoornis, die speelt daar nog een beetje mee. Maar eigenlijk sta ik er heel open in. Ik wil eigenlijk gewoon kijken van waar voel ik me fijn bij. En bij welke dingen van de eetstoornis heb ik echt zoiets van, ik wil dit gewoon anders. En ik denk dat mijn intentie daarin een heel grote rol speelt. Bij wat ik nog wil bereiken in herstel. Dus het is eigenlijk niet dat ik vooraf denk van, oh, ik wil dat en dat en dat en dat weer kunnen eten. Of ik wil dat bereiken. Ik probeer eigenlijk met de dag te leven. En waar ik me niet fijn bij voel. En waarvan ik denk van, ik wil dit anders. Dat wil ik veranderen. En ik probeer dat eigenlijk op momenten te bekijken. En niet nu al hele grote vooruitzichten in te plannen. Of heel grote doelen te gaan stellen, zeg maar. Wat ik wel nog graag wil is natuurlijk een studie oppakken en ook een baantje. Maar ik sta nu ingeschreven. Ik heb een intake gehad bij het Sociaal Pensioen. En ze gaan nog even met mijn behandelaar in gesprek om daar nog wat informatie te krijgen. En dan word ik daar hopelijk, crossed fingers, op de wachtlijst gezet. En de intake voelde wel heel goed. En op mezelf wonen is wel een van de doelen die ik al gesteld heb. Hoi, en ik heb nu 2 crackers en 2 rijstwafels. En ik heb een zelfgemaakte soort saté-achtige salade gemaakt met avocado, pindakaas en sojasaus. En dan met wat kruiden erdoor. Dus die ga ik zo meteen eventjes opeten en ik ga eventjes kleuren.
Ik ben nog steeds in mijn boek voor kleur voor volwassenen bezig. Even kijken of ik kan laten zien wat ik nu aan het doen ben. Met deze bezig. Dus daar ga ik even mee verder met een kopje. Zo, dat is trouwens een heel lekkere combi. Dus je doet 30 gram pindakaas met een half avocado en een eetlepel sojasaus. En die doe je even roeren, even mixen. En dan op een cracker of rijstwafel of beschuitje of op gewoon een boterham. Dat kan ook. En dan heb ik er later nog, want dat heb ik niet laten zien. Maar we hebben zo'n bieslookplantje en daar heb ik er nog wat bieslook bij gedaan. Dus dat is best wel lekker. Alleen ik wilde nu eventjes iets vertellen, want mijn moeder die wil namelijk wat kilo's afvallen. Is te vroeger, aan het begin van mijn eetstoornis kon ik het niet hebben dat anderen om me heen zouden gaan afvallen, want dat triggerde mij heel erg. Want als een ander wilde afvallen, dan wilde ik ook weer afvallen, terwijl ik moest helemaal niet afvallen, ik moest juist aankomen, maar dan wilde ik dat ook, want als een ander het mag, dan mag ik het ook. Maar nu sta ik daar heel anders in. En ik weet dat als mijn moeder wat gewicht wil kwijtraken en dat is beter voor haar gezondheid, dan moet ik daar niet mijn acties op in gaan zetten. Want wat voor haar goed is, wil niet per se zeggen dat dat voor mij goed is. En als zij zich fitter en energieker wil voelen door iets af te vallen en wat minder gewicht te hebben, betekent dat niet dat dat bij mij ook zo is. Ik weet dat als ik weer af ga vallen en ga minderen, dat ik niet energieker word. Ik word juist slapper en weker, want ik heb nog ondergewicht en mijn moeder heeft dat niet. En hoe ik er nu in sta, kan ik wel accepteren dat dat wat zij wil, als dat goed en beter voor haar is, dan is dat oké. En het voelt ergens nog wel als een soort trigger, maar ik kan er wel heel goed mee om voor mij. En als ik moet aankomen, dan wil dat toch ook niet zeggen dat zij moet aankomen. Dus waarom zou het andersom dan wel zo zijn? Snappen jullie? En eerst kon ik dat helemaal niet accepteren, want het hielp me gewoon heel erg in mijn eetstoornis door te zeggen, zij valt af. Hij valt af. Zij willen dunner worden. Dus dat mag ik ook. En dan ging ik weer keihard in mijn eetstoornis. Maar nu kan ik daar wel anders tegen aankijken. En probeer ik er ook iets raak. En ik denk dat dat voor haar ook wel een stukje rust en vertrouwen geeft. Dat zij nu ook gewoon dit soort dingen kan doen. Die altijd lastig waren. En bij mij niet in het straatje pasten. Nu een beetje Frans doen. Ik heb, zeg maar, ik zal even laten zien. Ik heb een thuiscursus van de NTI. En mijn boeken zien er zo uit. En ik heb boeken, en die zitten per 4 lessen. En dan zitten er allemaal woorden in. En ik krijg heel veel teksten. Kijk, dan moet ik allemaal lezen. En ik vind het leuk. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan zie ik jullie straks weer als ik mijn middageten ga maken. Ik zit nu met een bakje thee en ik heb net mijn eten gemaakt, maar het was een beetje druk in de keuken. Dus ik heb niet gefilmd hoe ik het klaar heb gemaakt, maar ik zal het wel eventjes laten zien. Ik heb een witlofsalade gemaakt met geitkaas en met tomaat en pompoen en natuurlijk witlof. En wat nootjes. En ik heb een yoghurtdressing gemaakt met heel veel kruiden. En dan nog wat grof zeezout. Eerste Q&A. Ik zal even een linkje zetten. Dan, of was het nou die kant? Ik weet even niet meer. In ieder geval, er komt een linkje. En daar vertel ik dat ik het lastig vind om aardappels, pasta en rijst en zo te eten. En in plaats daarvan neem ik vaak gewoon veel noten of wat extra kaas of vlees of zo. Vis. Want ik ben... Kunnen jullie me horen? Ik sta nu op de crosstrainer. Kijk. Wel met één hand nu, want ik hou met mijn andere hand de camera vast. Maar ik ga nu dus even op de crosstrainer. En ik ga vanmiddag bijles geven. En dan ga ik met haar ook mijn tussendoortje doen. En dan zal ik dus misschien wel een beetje netjes om dan niet te gaan filmen. Maar ik zal nog wel even mijn tussendoortje laten zien. En ik geef bijles Frans vandaag.
Ik doe eigenlijk alles een beetje, behalve natuur en scheikunde, want daar vind ik echt geen reet aan. En ik kan het ook echt niet. Dus ik ga nu nog even op de muziek van Pink op de crosstrainer en dan zal ik straks de rest laten zien. God, zie wat een rood gezicht ik heb. Oh, dat is echt niet normaal. Ik heb net bijles gegeven en daar kreeg ik het zo ontzettend warm van. Ik was zo ongelooflijk enthousiast aan het uitleggen dat ik er helemaal warm van kreeg. En ik had een tussendoortje gepakt en dat heb ik niet vastgelegd. Maar ik had dus een schaal met noten en met rijstzoutjes en van die pindabollen en zo. Maar ik was zo aan het uitleggen dat ik het niet opkreeg. En het is nu 5:10 en om 6:00 ga ik wel eten. En in mijn hoofd gaat echt helemaal van, nee, laat het zijn. Maar ik moet aan mijn tax komen aan het eind van de dag. Dus ik moet het eigenlijk opeten, maar mijn eetstoornis zegt, nee, dat is te dicht op het volgende moment. En ik weet het even niet. Ik ben weer een beetje afgekoeld. Nog opgegeten. Oh, er zitten nog een paar kleine klontjes in, maar die waren een beetje nat geworden van mijn thee. En dan vind ik het niet meer zo lekker, want ze zijn een beetje zompig. Maar het is dus gelukt. Ik heb het opgegeten en die stomme eetstoornis zit de hele tijd in mijn hoofd. Je hebt terecht op het volgende eetmoment gegeten. Maar eigenlijk maakt het in principe niet uit, want wanneer je dit op een dag binnenkrijgt, maakt niet uit. Het gaat om het totale aantal kilocalorieën. Stomme stem. Hou je kop alsjeblieft. Ik ga zo meteen avond eten en ik zal even laten zien wat ik nu heb. Het staat in mijn koelkast een potje met tomatenpesto en een potje met kruiden roomkaas en een schaaltje met noten en met champignons en witlof. Er ligt trouwens nog de vraag van hoe je Minimout aan moet starten. Nou, ik zal eventjes hier een linkje zetten. Dan kun je mijn video bekijken met de tips over Minimout. En daar zijn ook best wel praktische dingen in die je nodig hebt en die je een fundament kunnen geven om goed te starten. Nou, nu ga ik eventjes eten. Smakelijk! Tot straks! En ik ga nu met mijn bakje thee naar boven. Raad eens wie er thuis is! Michaeltje! Yay! Dus dat is weer super gezellig. Zijn we weer broer en zus samen op de zolder. Ik zal eventjes zien wat ik voor vanavond heb. Ik zet nu een bakje groene thee. En ik heb druifjes. En deze zijn van de Aldi. En ik heb 2 beschuitjes met muisjes en met vlokken. En dat is het voor nu. Jongens, ik ben nu First Dates aan het kijken. En er kwam net een man voorbij. En die vertelde dat hij hartfalen had. En dat hij in fase 4 zat en terminaal was. En toen besefte ik me eigenlijk dat ik echt heel dankbaar moet zijn voor het leven. En dat die stomme eetstoornis dat eigenlijk verpest wat je eigenlijk altijd wilt. En dat het juist positief moet zijn. En dat je moet gaan en moet willen gaan. En dat je niet bang moet zijn om dingen te gaan proberen. En het maakt me eigenlijk een beetje verdrietig dat ik zoiets heb van, hoe kun je je leven soms zo laten verpesten? Dat iets in je hoofd je zo in bedwang kan houden om je te onthouden van dingen die eigenlijk ontzettend waanzinnig zijn. En die ontzettend veel waarde hechten, want voor je het weet is het morgen klaar. Een deel van mijn snackje is een bak met flaflip, framboos en ik heb nog een schaaltje krusli. En die gaan we daar ook overheen doen. Dit is trouwens krusli van Albert Heijn met rood fruit en yoghurt crunchy. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer eens een dagje met mij. Abonneer op mijn kanaal als je dat leuk vindt. Like en ik zie jullie graag in de volgende video.
Oh, en onthoud dat iedereen het waard is om af en toe ook iets lekkers van zichzelf te mogen. Die beschuitjes met vlokken gemengd met muisjes zijn in ieder geval wel echt een aanrader. Dus dat zou ik zeker eens proberen als je daar klaar voor bent en als je daar zin in hebt. Ik zie jullie graag in de volgende video. Doeg!